Turnhout speelt voor de winterstop achterin volgens nog tegen Denderleeuw, Beveren, Geel en Westerlo. Geen makkelijk programma dus. We zijn in de 8e minuut. Van Oekelen onderschept de bal, een subtiel steekpasje naar Matezo en die wordt gepakt door Silla. Strafschop. Een eerste keer wordt hij succesvol omgezet door Daalmans, maar die heeft zijn beweging onderbroken, zegt Le Poutre. Bovendien is ook Leemans te vroeg vertrokken. Tweede maal, deze keer met minder succes en het blijft 0-0. Denderleeuw voelt nattigheid en reageert vrij onmiddellijk. Hier is Barroso weg, maar een attente Nijs komt gepast uit. We zitten al in het laatste kwartier. Als Daalmans de bal naar binnen legt, Lemmens mist, Matezo niet, maar die gaat er veel te hard in. Geel voor Matezo en Schollaert houdt er enkele schrammen aan over. Maar de mooiste actie van de wedstrijd moet nog komen. De assist is van Matezo, de halve omhaal van Belmans. Maar de paal brengt redding. In de herhaling ziet u nogmaals de mooie omhaal van Belmans. En het doelhout brengt dus redding. We zijn in de 6e minuut van de tweede helft. Van der Heijden slalom tussen Marien en Blankaard door. Kruist naar Barroso, maar die schiet hoog over. Turnhout zet opnieuw aan met Lemmens ditmaal en die bereikt Matezo en die doet het op zijn Braziliaans. Enkele ogenblikken later vergrijpt Dede zich aan Lemmens en Le Poutre trekt de rode kaart. Denderleeuw moet het laatste half uur verder met 10. Vrijschop voor Turnhout, kort genomen de linker van Peters en de vingertop van Schollaert. Dan is het de beurt aan Denderleeuw. Hier met Asselman vlekkeloos ingekopt door de mee opgerukte Silla. Ondanks een numerieke minderheid profiteert Denderleeuw optimaal van een foutje in de defensie van Turnhout. Turnhout probeert nog terug te komen.